Kom op, kom op, kom op, kom op. Die hoek om, die hoek om. Wie heeft nog hulp nodig? Kom nu die weg inrijden. Oké, komt-ie. Yes. Afstappen, nu. Je gaat van die motor af. Klauwen. Kijk wat hier allemaal ligt, joh. Kijk al die sieraden. Ja, die... Heb je niet geluisterd? Het gaat niet luisteren. Yes, let's go. Oké, daar gaan we. Succes, jongens. Ik vertrouw jou compleet hierin. Yo. Hey, waar zijn jullie? Ganghuis? Ja, ik sta ervoor, maar... oh, kijk, hij gaat open nu. Goeiedag. Hey! Ah, ja, heb ik lang niet gesproken. We gaan zo die overval doen. We gaan 4 roosters pakken, 1 agent. Ik stel voor dat Marcus meer rijdt met Jeffrey. Aangezien Jeffrey zipties heeft. We gaan daar gewoon naar binnen. Jullie krijgen straks al een BF400 die buiten klaar staat. Die zal ik laten leveren. En dan gaan we er gewoon gas op zetten. Iedereen zal een stuk geld pakken en een deel van de sieraden. En ik zal de documenten bij mij houden. En die zal ik ook verdelen over één voor iemand anders. Oké, mag ik 1 ding vragen? Wat? Wat is er met Mees gebeurd? Of is het Mees niet? Ja, dat is voor zijn masker. Dat is voor zijn masker. Oké. 5, 5, kom, hup, gas erop. Oh, we gaan! Iedereen zoekt naar hostages. Probeer ook te zorgen dat het geen agenten zijn, ja? Dan gaan we, Jeffrey. Dan gaan we. Dat is lang geleden, hè? Dat zit hier vol. Ja, de laatste keer dat we zo reden vanuit dat ganghuis was toen volgens mij de bankoverval deden. Ja, de bank, toen reden we ook met z'n tweeën zo de dinges uit. Ik rijd wel door. Stress. Ik zie hier iemand op de motor. Zie je hem? Ja. Maar hij is een beetje bij BP, is wel gevaarlijk. Maar we kunnen hem volgen. Wij zaten bij Import Tankstation en X7. Die motor hier achter ons. Ja, we gaan het zien. Laten we deze pakken gaan. Kan jij ons 2 seconden even volgen? Gaat over je motor. Top, thanks. Maar gewoon even hier. Hey! Yes. Afstappen, nu! Je gaat van die motor af. Klauwen. Klauwen. Hou je handen omhoog, hè? Geen gekke shit doen. Opschieten. Nee, godsamme. Ding doen we niet. Sorry, daar heeft iemand langs ons gereden moeten gaan. Jij. In de auto. Instappen. Instappen. Achterin. Heb je iets bij je? Heb je iets op zak? Ja. Gooi hem nog even uit het raam. Ik zet het raampje voor je open. Oké, rij even naar een rustig plekje. Kunnen we even sowieso zelf controleren. Kijk even wat hij allemaal bij zich heeft. Neem je tijd met ziptaaien. Vind je iets bijzonders of? Het is zich niet. Top, nou dan stap je weer in en dan gaan we hier vandoor. Doe jij maar trouwens ook even af. Althans, help je even mee. Zo ja, oké. Maskertje af, top, yes. Ga zitten. Wat gaan we doen, jongens? Je moet even je mond houden. Dat gaan we doen, inderdaad. Hier links gewoon. Pas op dat je die motoren niet omrijdt. Worden door. Ja, hij zet hem weg. Hij zet hem weg. Uitstappen, boys. Jongens, opschieten. Eruit. Naar binnen. Eruit, ja ook. Op, naar binnen. Er mag wel een beetje tempo in. Kom op, chop chop, naar binnen! Dan gaan we naar die andere gasten. Nou, daar hebben we ze allemaal, jongens. Daar zitten ze. Stelletje mafklappers. Oké, daar zijn we in het casino. We hebben de gijzelaars daar staan. Ze gaan nu allemaal vastgebonden worden en zo. Zodat ze geen kant op kunnen. De politieagent komt er ook aan. Dan hebben we agent Bjorn. Oké, overval gaat nu starten. Enige ding is dat wij geen zicht hebben op de andere kant. Ja, ik heb zicht op de brug en op de snelweg, zeg maar. Dus komt goed. Ja? Dit wordt hem. Dit wordt hem. We gaan zo meteen aan agenten vertellen wat we willen en hoe en wat. Ik ga zelfs naar buiten lopen en dan vraag ik het nummer van de persoon waar we mee gaan onderhandelen. Okay. Dat schrijf ik dan op. De negotiator, dat is die oude. Ja. Die gaat dan al de onderhandelingen doen en dan gaan wij roven. Oké. Ja, daar heb je de eerste agent. We gaan het nummer regelen. En dan kunnen onderhandelingen gedaan worden door iemand anders die op een eiland zit. Zodat wij binnen kunnen graaien en ons kunnen focussen op het geld. En de informatie, documenten en zo. Je stelt er voor de storm, hè? Ja. Hey, daar heb je, daar heb je motor en gewoon een normale. Er komt iemand deze kant op, ja. Wie doet het praten? Ik doe wel. Prima. Goedemiddag. Ja, wie is de onderhandelaar? Of hebben jullie nog niet besloten? Dat ben ik. Jij bent de onderhandelaar. Oké, dan mag je nummer hebben. Oké, ze zijn nummers aan het uitwisselen. Heel lijp dat we ook alle 3 een ander masker hebben. Jij zal zo iemand horen en dan mag je daarmee onderhandelen. Het spreekt voor zich dat die banden zelfs niet kapot zijn. En de rest van de eisen die hoor jij zo van mijn collega. Ja, dat komt helemaal goed. Dan ga ik weer terug. Oké, let's go. Tijd om te graaien. Tijd om te graaien, boys. Let's go. Tijd, kom maar hier en dan we wachten even op die binnen. Yes, we rennen nu door het casino. Oké, we gaan nu alle documenten graaien. We gaan het geld pakken. We gaan alles pakken wat we nodig hebben. Hier management. Zijn we een beetje backstage in het casino? Hier horen wij eigenlijk niet te komen. Die misschien ons kan afwisselen en naar het begin kan lopen. Zo handig inderdaad. Trek gewoon alles open wat je open kan trekken, jongens. Nee, hier zal niks bijzonders liggen. Ja, heel laadje vol met geld. Er wordt van alles gestolen. Geld, documenten. Nee, ik heb hier een kluis zitten. Zoveel mogelijk. Er wordt ook controle gehouden op de deur. Ik heb een armbandje. Daar zijn we. Daar zitten ze hoor. De gegijzelden. Nou, mijn tas is in ieder geval gevuld. Ik ga weer even ter controle naar beneden. Even kijken hoe en wat. Of er niks geks gaande is bij de ingangen. Die moeten we natuurlijk non-stop bewaken. Ja, DSC is gearriveerd, jongen. Oké, de DSC is erbij. Op maandverbod alles nog prima. Kamertje daar zitten ze. Ik denk dat het tot nu toe gaat het wel erg geslaagd. Maar ja, het vluchten moet nog komen, hè. Dus ben benieuwd hoe dat gaat. Volgens mij hoor ik dat de gijzelaars deze kant weer opkomen. Dat zou betekenen dat het allemaal gelukt is. Kijk, daar heb je ze. Oeh, ze gaan ook met geweld mee. Hey, twee aan deze kant, twee aan de andere kant. Hey, hier ligt ook allemaal nog leuke dingen, jongens. Hé, er ligt hier ook nog van alles, hè? Is dat niet interessant? Even kijken. Pak alles wat je mee kan pakken. Hoezo onbreekbaar glas? Denk je dat je daar doorheen komt? Nou, als we hard genoeg als best doen, kom je daar wel doorheen, hoor. Kijk wat hier allemaal ligt, joh. Kijk al die sieraden. Hier, kijk dit allemaal, joh. Gast, dit krijg je echt wel kapot. Boys, we moeten omkleden, man. Omkleden? Dit ga ik wel even meenemen. Ja, neem alles mee. Toch maar uit. Hier, lijpe iPad. Telefoon zit erin. Toen kwamen met duct tape. Hij zei daar al. We lopen nu wat DSC'ers naar de motoren toe. Ja, zorg dat ze niks met die banden doen. Lijkt erop dat er eentje naar binnen komt. Recht op de uitgang. Recht op de ingang. Hou het in de gaten. Pas op je lijn. Komt hij binnen? Komt hij binnen, ja of nee? Shootout. Lopen we weg. Lopen we weg. Oké. Nog even dat ze nu dat ze nooit winnen. En gaan we, moeten we omkleden? We moeten met z'n allen om gaan kleden, man, boys. Neem deze twee ook maar even mee. Ja, opzij jongens. Handen op je rug houden. Oké, wij staan hier te wachten. We hebben ons inmiddels omgekleed. De gegijzelden, die worden ook op het moment omgekleed. En dan gaan we een soort van mindgame spelen. Pik, is die Daisy weg? Er staat hier niemand. Kijk, daar hebben we ze. En ze hebben dezelfde outfit aan als dat wij hebben. Dit gaat leuk worden. Dit gaat erg leuk worden. Oeh, daar heb je de DSC. Die komt even controleren waarschijnlijk. Hij is aan het controleren of alles wel klopt wat we zeggen. Twee hostetjes. Nu onderhandelen buiten. Onderhandelingen. Hij is toch wel een beetje op zijn hart aan. Hey. We gaan nu een van de gijzelaars halen. Die gaan we afleveren zodat we voorsprong krijgen. En dan komt hij. 1, 2, 3. Hoppakee. Godverdomme. Daar yes, daar hebben we hem. Waarom heb je hem uitgevreed? Goedenavond. Ja, nog even met die maar dan zitten we hier nu alleen nog met koekjes. Nou, in ieder geval voor jou weten. Er staat er nog één auto. Die is van ons. Ja. Okay. Ik heb het een beetje aan mijn knieën, dus ik kan niet zoveel lopen. Nou, wij moeten er sowieso nog heen rennen, dus ja, je zal geen last van ons hebben. Mijn collega, leeft hij nog? Ja. Ga jij lekker communiceren met je bad boys en dan gaan wij zo de weg, blokkade weghalen. Wat een ongemakkelijke gasten. Hebben we überhaupt een kant waar we op willen rijden? Of... Ik heb geen flauw idee, volgens mij links. Naar links is het idee. Ah, ik volg jullie wel een beetje. Dan door de parkeerplaats. Ja, want pak je een eigen of stap je bij mij op? Nou, ligt eraan. Als die band lek blijft, dan stap ik bij jou op. Maar als die band gewoon heel is, dan hebben we allemaal een eigen motor. Ja, maar ik denk niet dat hij wordt gerepareerd. Nee, dat dacht ik dus ook al. Dus dan stap ik al gewoon bij jou achterop. Ik ga nu de laatste hostess mee naar buiten pakken. Die gaat op zijn knieën zitten en die blijft daar ook zitten. Hé, stap maar. Dat komt goed. We gaan zo naar buiten. Iedereen nog even wachten, we moeten doorgeven. Eerst hij, dan jij, dan wij twee. En dan die twee die hier met een ceramic zijn. Even zorgen dat ze handen los zijn. Doe je handen even los. Breng maar even los het touw op. Oké, yes, let's go. Dankjewel. Je gaat gelijk op zijn knieën, hè? Oké, daar gaan we, jongens. Het is zover. Het is zover. Let's go. Op je knieën. Ga op hem. Let's go. Let's go. Succes. Yes, let's go. Succes. Oké, daar gaan we. Succes, jongens. Oké, ik vertrouw jou. Ik stap niet voor niks bij jou achterop, hè. Dat weet je. Dan ben je helemaal clear. Ik vertrouw jou compleet hierin. Oké. Oeh. Dit kunnen we. Het gaat gewoon zover prima als je gewoon relaxed blijft. Gewoon niet de tijd druk voelen dat er iemand achter je zit, weet je. Je wil gewoon snel ergens heen, maar er zit niemand achter je aan. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ik wil niet veel zeggen, maar... Wat doe je? We zijn zo kwijt. Ja, gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. We zijn te dichtbij om het... Ze kunnen ons zo weer vinden. Ik lijk vrij. Ja, wij zijn ook volgens mij vrij. Oeh, dat was moeilijk. Wat was dit dan nou, hè? Wat is dit voor simpele getaway? Wat je had er kunnen doen? Spullen wegleggen eerst. De buit wegleggen. Buit wegleggen en helpen. Ik moet zo misschien iemand gaan hebben die moet schieten. Ja, wij komen eraan. Wij gaan eerst even onze shit wegleggen, onze buit. Leggen we het allemaal eens in de auto en dan proppen we die auto in een garage. En dan blijven we gewoon de motor, denk ik. Dump alles in de auto, leg het erin, jongens. Ik hem kwijtraken. Ik heb A6 weer bij. Ik heb A6 weer op. BP appartementen. Vanaf BP richting BP appartementen verkeerde richting inrijden. Zullen wij gaan schieten? Tegen de richting in. Jij houdt het in de gaten hier, Mees. Of er niemand achter ons komt. Ja, Mees moet dat. Jij bent scout hier, want ik heb gefocust op die straat, jongen. En nu BP Bank. Rechtdoor richting... Kom op, kom op, kom op, kom op. Die hoek om. Die hoek om. Wie heeft nog hulp nodig? Kom nu die weg inrijden. Kijk, komt-ie. Dank je. Kijk, kom. Weg, rijden. Oké, ja, volgens mij is hij weg. Ben je vrij? Nou, er zit er volgens mij nog één achter me. Ik ga hem proberen te shaken in een vlakte. Ik sta nu klaar bij buurtje. Wij hebben er 20 pootjes geschoten. Wij hebben echt veel schoten net. Ik ben ze kwijt. Ik hou jullie pootjes wel. Hij is kwijt. Wat doen we? Wisselen we op? Ik ben ze kwijt. We al gone van deze snelweg, gast. We moeten echt weg hier. Wat is er nu aan de hand? Word je nog gevolgd of niet? Nee, iedereen is vrij. Ik ben vrij, maar je moet voertuig hebben. Ga naar garage bij de pier. Garage bij de pier. Ja, daar ga ik ook in. Pakken we daar een nieuwe kar. Mees, we gaan naar garage bij de pier. Dan pakken we een nieuwe waggie. Oké, let's go. Let's go, let's go, let's go. Loes, kom on. Weg hier. Mooie auto, man. Ja, niet de beste, maar beter dan die andere. Beter dan niks. Onder, als het goed is. Pakken we even onze eigen auto. We hebben wel die tassen nodig, hè? Zullen we die even ophalen, die rugzakken? Nee, nee, nee. Die laten we lekker in die G-klas zitten. Gast, dit was echt de makkelijkste ontsnapping ooit. Ik denk, ik stap bij jou op, dan vertrouw ik een beetje de rijkunsten, maar dat was niet eens nodig. Oké, we zijn nu bij de plek waar we meeten in de afloop met z'n allen. En het is gewoon soepel gegaan. Het is echt heel soepel gegaan, dit. Fuck, hij zit hierboven. Kom maar binnen. We zetten ze hier allemaal achterin neer, zodat het niet opvalt. Bij het gras. Nou, jou camoufleert wel mooi dat gras met een groene kleurtje van je. Wij camoufleren. Hey, what's up, baby? Hey. Ja. Zo doen we dat, man, boys. We hebben het, hoor. We hebben hem, hoor. Even een applausje voor iedereen. Lekker gedaan, boys. We kwamen hier binnen en we dachten dat we allemaal de lul waren. Dat wordt een hopoen, ja. Dat wordt een hopoen en anders nooit meer doen. Maar gast, die ontsnapping, jongen, wat was dat? Dat sloeg helemaal nergens op. Wat een uitspraak. Nou, Jeffy, zien we hier nu weer 6 maanden niet, of hoe zit het? Hey. Ga weg. Hoi. Ja, boys, we zijn hier ingekomen met echt een kutmentaliteit dat we allemaal de lul gingen zijn door de DSI. Dan kunnen we met het geld een kappersbeurtje betalen voor Mees. Allemaal. En dan heb ik nog één ding om te melden. Ik heb samen met een paar mannen zitten wij in een groep. Dus dat was verleden tijd. Ik wil dat nou opnieuw beginnen. Darkness 2.0. Wie had daar gedacht? Nou. Mannen! Nee. Om het te vieren, vuurwerk! Om het te vieren! Darkness 2.0! Maar voor nu is de vraag, doet iedereen mee? Die ik heb gevraagd om mee te doen. Tuurlijk! Nee, dank je. Nee, ik zie er ook vanaf. Nou, makkers. Zullen wij wat zelf opstarten? Laten wij met z'n tweeën gaan starten. Ja, dan gaan we nu weg. Ja. Doei. Nee. Kleine bluf. Hey, iedereen aan de auto's, mannen. Doe dat. Nee, wacht. Paniek. Bro, hoe kom ik hieruit? Ik kom niet meer op. Paniek. Maar niet dubbel springen. Paniek. Niet dubbel springen, ouwe. Ik kom er niet overheen. Dag, Mees. Mees komt er niet overheen. Plas, stap in. 3, 2, 1. Ga zo aan de Mees kwam niet over het hekje heen. Gast. Dus die staat nu vast. Ik heb die bom gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op het feestje op de mond gepakt. Maximaal 15. Oh, yeah. What the fuck? Hey, makkers. Wie is dit? Wie doet dat? Wat ben je aan het doen? Wie kan het? Ja. Doe jij dat? Ja. Wat? Nee, doe nog eens dan. Ik heb even een liedje, dan probeer ik het. Hij kan het echt! What the fuck? Hij heeft geoefend! Nee, die doet het veel met je, man. Ik moet kakken stonen, man.